Zoals u ziet staat de auto er netjes klaar voor. Ik zal nog even een aflevervideootje maken. Dan kan ik wat tekst en uitleg geven van de auto. Nou, aan deze kant bevinden zich dan de elektrische ramen en de elektrische spiegels. Willen we die inklappen, draaien we hem door. En dan klapt ook de spiegel vanzelf in. En draaien we hem weer terug, komt hij gewoon inderdaad ook weer naar buiten. Natuurlijk de linkerspiegel of de rechterspiegel. Dan werkt het gewoon als een joystick naar boven, naar beneden, naar links en naar rechts. Dus op die manier kunnen we dat dan verstellen. Hoogteinstelling van de stoel hebben we natuurlijk. Nou, aan deze kant de koplamphoogteinstelling van de verlichting en de dimmer van de verlichting. En het start-stopsysteem. Start-stopsysteem moeten we wel bij vertellen. Dat werkt alleen onder de meest ideale omstandigheden. Dus dan moet de motor op bedrijfstemperatuur zijn en we mogen niet te veel verbruikers aan hebben staan. Alleen dan werkt het start-stopsysteem. De verlichting kunnen we zetten op auto. Hoeven we er niks aan te doen. Als het donker wordt gaat hij vanzelf aan. Cruise control die zit hier op het stuur, de bediening daarvan. En het knopje om te activeren die zit hier in de middenconsole. En dan zal ik het even laten zien. Start ik even de auto. Als ik die naar beneden druk, dan gaat hierboven het groene lampje branden. En dan is de cruise control aan. En dan kunnen we natuurlijk inderdaad gaan bedienen met plus en met min. En op het moment dat we zeggen we willen de snelheidsbegrenzing, zetten we hem door naar boven. En dan zegt hij inderdaad dan het oranje lampje aan. Druk ik nu op plusje, dan is die wat dat betreft geactiveerd. En dan staat hij aan. Ik kan dan met de plus hem verder verhogen. Bijvoorbeeld inderdaad zoals hij nu staat op 42 km per uur. Willen we hem de kortstondig vanaf hebben, even drukken op het nulletje. En dan is hij in het geheugen. Willen we terug halen uit het geheugen, even R'tje indrukken. En dan komt hij wat dat betreft gewoon keurig netjes weer terug. En dat werkt eigenlijk met de cruise control exact hetzelfde. Alleen als we natuurlijk rijden en we zetten hem gelijk erop. We rijden bijvoorbeeld 80, dan staat hij natuurlijk op 80. En nu moesten we hem even vanuit stilstand inderdaad omhoog brengen met plus of met min. Dus dat kunnen we op die manier dan regelen. Automatische ruitenwisser. 1 naar beneden en dan staat hij op die stand. Die kunnen we dan vervolgens ook nog inderdaad regelen met grotere en kleinere druppels, harder of zachter. Dus dat spreekt eigenlijk ook wel voor zich. Hier natuurlijk ook nog de unit om radio natuurlijk harder en zachter te zetten en het opnemen van een gesprek. Nou, die heb ik hier dan inderdaad ook het menu. Ik zal hem eventjes de verlichting uitzetten, want dan wordt hij wat helderder. Willen we hem koppelen, de telefoon, dan gaan we even naar het telefoonmenu. Dan gaan we naar instellingen en dan zeggen we vervolgens naar het beheer apparaten. En dan zeggen we voeg een apparaat toe. Nou, op deze manier kunnen we dan zoeken naar apparaten. Tegelijkertijd moeten we even zoeken met de telefoon zelf naar het apparaat. En dan kunnen we die koppeling dus inderdaad maken. En op die manier kunnen we hem dan toevoegen. Hebben we hem helemaal toegevoegd, hoeven we hem niet meer toe te voegen. Dan doet hij het gewoon vanzelf. Dan gaat dat heel makkelijk. Ja, dus op die manier kunnen we dat dan regelen. En toevoegen en afbreken. Verder de verwarming, die zit hieronder. Even draaien op de temperatuur die we willen hebben. Vervolgens op auto doet hij alles helemaal zelf. Willen we dan toch nog de blower op de voorruit. Drukken we de voorruit in, gaat hij gelijk op max. En dan gaat hij harder blazen. En ontwaasemt hij hem ook. Zetten we hem dan weer uit. Gaat hij automatisch ook weer terug naar gewoon de normale ventilatie toe. Om hem op temperatuur te krijgen. Nou, verder hebben we natuurlijk nog... als we even naar home gaan, natuurlijk het basismenu met de radio voor de presets en natuurlijk inderdaad de navigatie. Nou, navigatie werkt ook heel makkelijk. Even naar geplande route. Route plannen, zeggen we ja. Vullen we gewoon natuurlijk in straatnaam en plaats en huisnummer en dan kunnen we gewoon gaan navigeren. Dus op die manier kunnen we dat dan inderdaad ook gewoon verder inderdaad regelen. Nou, zetten we hem in de... Ik denk dat we hem eigenlijk zo wel redelijk hebben gehad. Als we hem de achteruit zetten, dan gaat ook de parkeersensoren nog aan. Die was ik bijna vergeten. Op het moment dat we dan achteraan zien, we ook de streepjes inderdaad op een gegeven moment rood kleuren. En dan moeten we ook echt stoppen. Anders dan hebben we alsnog een aanrijding, zo gezegd. Dus dat moeten we zien te voorkomen in ieder geval. Dan denk ik dat we er zo op zich wel zijn. Zijn er toch nog vragen, hoor ik het heel graag. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken van de video.
En heel veel veilige kilometers toegewenst met de auto. En tot vanavond bij de aflevering.